Ik ben Yannick Willemsma, werk als corporate recruiter, nu 3 jaar binnen Aliade. En ik zorg ervoor dat de juiste collega op de juiste werkplek terechtkomt. Ik richt me met name op de ouderenzorg. Een sollicitatieprocedure is er voor ons om te kijken of jij bij ons past, of je de juiste kwalificaties hebt, de juiste competenties. Maar is er ook voor de sollicitant om te kijken of het team of de locatie of Aliade ook bij jou past. Ja, het kan zijn dat iemand binnenkomt met een idee, ik wil in de zorg werken. En er zijn ook veel zij-instromers dit jaar binnengekomen. Veel mensen vanuit andere branches die misschien al jaren het idee hebben om in de zorg aan de slag te willen, maar eigenlijk niet helemaal weten wat dan en waar dan. En die kunnen we door middel van gesprekken of met de recruiter of met de praktijkopleiders of op een informatiebijeenkomst kunnen we die laten zien, ja, wat zou er dan passend zijn bij jou. De grootte van Aliade zorgt er denk ik voor dat er heel veel verschillende dingen te halen zijn. Verschillende doelgroepen, binnen die doelgroepen verschillende functies. Zo ga ik binnenkort starten met een opleiding bedrijfskunde, zodat ik mij verder kan ontwikkelen in mijn functie binnen Aliade. Ik voel me hier thuis, ik voel me binnen de zorg thuis. Ondanks dat ik niet direct cliëntcontact heb of bewonerscontact heb. Ik sta niet aan het bed, maar ik kan vanaf mijn functie kan ik wel iets betekenen. En er zijn voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Maar ook wat een heel fijn iets is dat er ook gewoon waardering is voor wat je aan het doen bent. Thank you.